Daniel en ik hebben net... Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Jongens, goedemorgen. Kijk, daar is Valentijn. En Tom. Yo. Yo. En waar, wat doen we hier, jongens? Kleding passen op onze sexy, sexy bodies. Kijk, ik heb hun lichamen meegenomen. Oh, ze zijn gesorteerd op grote SML. Ja. Goed. Nice. Nee, want wij, de shirts, de gamers en t-shirts, die zijn gewoon groot. Maar gewoon huge. Maar de gamers en t-shirts, die laten we helemaal maken zelf in een fabriek. Dus we mogen zelf de maatvoering bepalen. En aangezien ik denk dat heel veel mensen een beetje skinny bezoekertjes zijn, dacht ik, we doen Valentijn voor S. En Tom voor M. Nou, ik ben niet. Nou, je bent dat. En ik doe gewoon een 11 XL, een beetje tussen, I don't know. XL? Echt serieus? Wil je jezelf verlagen tot XL? Nee man, ik ben hartstikke L. Ja, nee. Grote L. Grote? Enorme L. Is er om te gieren? Om te gieren? Oh, mijn ribben. Jongens, even een veehals update. Er was veel hommeles, veel veehals, maar dit is de veehals. Dus het is niet helemaal, het is gewoon een hele mooie veehals. Vind je het geen mooi? Kijk, het is geen Valentijn veehals. Valentijn heeft een borsthaar veehals. Dankjewel. Kijk, zo wordt hij. Vet, hè? Is het koud, Peter? Nee, helemaal niet. Lekker. Oh, harde tepels, denk ik. Ik kan de glas mee snijden. Goedemorgen. Goedemorgen, Elmo. Oh, kijk, die oogjes, wat vet. Goedemorgen, Lenny. Goedemorgen. Ja. Het is net zo vroeg als vorige week. En dat betekent dat er weer een vlucht voor de deur staat. Vandaag gaan we naar Birmingham. En dan gaan we Dirt Rally spelen. En ik ben nog nooit in Birmingham geweest, dus ik vind het wel spannend. En ik heb nog nooit met EB gevlogen of zo. Rare vliegtuigmaatschappij. En dus we gaan Dirt checken. Voor de consoles dan, hè? Want Dirt Rally is natuurlijk wel uit op PC. Maar nu komt hij voor consoles. En wij gaan hem checken. Dus dat wordt awesome. Nou jongens, we zijn gearriveerd in Birmingham. En je ziet het, dit is dus het platteland. En daar zit Codemasters. Dan gaan we Dirt checken. Nieuwe Dirt Rally. Heb je hem al gespeeld op PC? Dat kon al, maar ik kom nu op consoles gaan spelen. En dat moet al vet worden, denk ik. Codemasters maakt dus eigenlijk alleen maar race games. Dat kun je ook wel zien aan de setup hier bij hun in het pand waar wij gaan spelen. Kijk, en we zijn met z'n vijf, hè. Dus hebben we wel plek voor meer. Maar dat zal later deze week wel goed komen, denk ik, met andere landen. Maar kijk, dit wordt onze setup. Kijk eens even. Dat is wel chill. Jongens, dit is een beetje de hoogtepunt van de dag, want we gaan nu in een D-box. En de D-box is een enorme setup die met motion werkt. Maar goed, dan gaan we zo wel zien hoe het werkt. Dus dat wordt heel spannend. Wat is dat een suitje van? 500. 500? Ja, ongeveer. Ik denk meer. Ja? Ja, ik denk echt meer. Maar goed, dan heb je alleen het stuur. Dus dan moet je de pedalen hebben. Ja, precies. Je moet de schakelbak hebben. Je moet natuurlijk die vette Recaro sheet hebben. Wat deed het ook weer? Resetten. Ja, heel grappig. I don't need a reset. That's why. Ik wil dit thuis. Ja, nu al. Maar niet voor race games. Oh, wow. Oh, wow. Net als een oud vrouw. Wow, dit is zo vet! Ja, jullie zien het niet, want je ziet eigenlijk alleen een beetje bewegen, maar het is gewoon in je hele stoel ben je gewoon aan het rijden. Als ik nu in LA zou rijden, zou het echt zo cool zijn zo. Een beetje. Maar, en hij stoot ook echt naar waar het zeg maar impact heeft of zo. Jee, wat is dit gaaf. Echt, hè? Dit voelt zo tof. How much does it cost? Echt bizar. Thank you. Het is gewoon echt zoet hier ook te zitten. Je zit ook echt te glimlachen, jongens. Ja, het is echt fantastisch. Omdat het nu echt race is. Weet je, ik vind een stuurtje
Ik heb thuis een hele zaak, allemaal vet, weet je, maar het voelt gewoon niet. Oh, ja. Je ja. zit stil, ja. dit beweegt allemaal mee. Dit is rijden. Het is voor het eerst dat ik rijd buiten een auto. What did you say this cost? What did you say this cost? Probably just bought everything new. 15,000 euros. 15,000 euros. Pounds. Luckily they euros. Dit was zo fucking vet. Het is echt voor het eerst dat ik buiten mijn auto in een auto zat. Het klinkt een beetje, het klinkt ook echt zo lame. Het klinkt als zo'n dooddoener. Van, oh, Peter, heb je iets geleerd? Maar echt, het is vet. Ik ga alleen kopen. 15k. Dus doneer. Gamersnet Twitch. Dan kun je niet alleen mij helpen om dat ding te kopen. Je maakt ook, vergroot je kans op een plek in de hemel. Jongens, we krijgen weer zo'n mooi pakketje binnen vandaag. Het is echt heel erg vet. Het is voor Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Naruto! Sasuke! En daar hebben we eigenlijk nog nooit een press kit van gekregen. Maar nu wel, ik ben hem even aan het uitpakken. Dus, en dit is hem. Let op. Fucking mooi doosje. En ik weet niet wat er in de doos zit. Ik weet ook niet hoe die open gaat, dus dat gaan we nu zien. Wauw, kijk dit dan. Fucking mooi. Echt gewoon met relief en zo. Wacht, ik leg je even neer. Ik ben zo terug. Hey, ik heb hem al. Goed, let op. Wauw, nummer 617 van 1000. Handtekening van Hiroshi Matsuyama. En nog van allemaal andere developers zoals Taniguchi, Kaizumi, Lira Koga. Enorm. Dus dat is allemaal heel Japans, hè. En dit is de press kit. Nou, er zit sowieso de game natuurlijk in. Dazzle Chill. Er zit een muntje in van Naruto. Kijk, hier staat die ook op. Hoe vet is dat? Dan ben ik de bron van... oh, kut. Van Bassi en Adriaan. Dat is een beetje flauw, sorry. Bami hap, bal gehakt, zak patat, kroket. Hier staat hij, daar is een muntje. En hier, soms verbaas ik mezelf hoe kut ik ben. Maar goed, maakt niet uit. Dus. En hier heb ik nog allemaal artwork. Wat een super vet doosje. Met artwork, het verhaal, et cetera. Wie er allemaal in zitten. Dus dat is een echt hele vette perskit. Echt wel top 10 hoor. Zeker omdat hij genummerd is. Dat helpt altijd wel. Daniel en ik hebben zojuist een preview opgenomen van, Dirt Rally op consoles. Yes. En dat werd abrupt beëindigd door de deurbel. We waren echt net klaar. Super chill. En dat is allemaal vet, maar wat er binnen is gekomen is eigenlijk nog vet. We beginnen met het kleinste. Dat is iets wat Tom echt heel vreemd vindt dat ik het heb gekocht, want Tom wilde het al heel lang. En toen dacht ik van, ik ga nou toch iets in mijn PC bouwen. Dan kan ik gelijk twee dingen in mijn PC bouwen. Dit is namelijk een capture card voor intern. Dus hoef je niet meer via USB en shit met kaarten ertussen. Dit doe je in, dan kan je gewoon je Xbox in je PC pluggen. En dat is hartstikke goed. Maar in het kader van... Dit vindt Tom heel chill. Maar ik denk ik ook. Maar het schijnt ook heel chill te werken. Veel beter dan zo'n externe. Oké. Maar in het kader van het passen in een PlayStation... hebben we daar iets anders. En dit is echt... Ik ga heel veel haat krijgen, dat weet ik. En dit is een klein deeltje wat ik... Nou, klein. Dus een deeltje die ik heb gesloten met MZ. Daar hoorde iets bij. En die is nu binnen. Dus daar laten we maar zien. Het is echt te belachelijk voor woorden. Gaan we onthullen. Echt ermee. Hier, zooi. Zus! PC weer drie keer zo zwaar. Dit is de duurste videokaart van MSI. Hij is binnen. De Golden Edition, natuurlijk. Ja, zie je hem al of niet? De Golden Shower Edition. Ja, de 980 Ti. Van MSI. Die gaan we maandag in mijn PC bouwen. Nee, die gaan we niet weggeven. Er zat trouwens wel een code voor Rise of the Tomb Raider voor PC bij. Die gaan we wel weggeven. Reageer eronder. En je maakt de kans op. Serieus. Geen grapje. Wat vind ik leuk. Vind ik grappig. Die gaan we maandag in de PC bouwen. Er komt ook een apart video item van. Check dat vooral uit op gamersnet.nl. Maar ik ben in ieder geval heel blij. Want hij is echt super vet. Nu komt de muziek uit. Pas niet in een PlayStation. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk gaat het weer gebeuren. Er gaan weer nieuwe nummers opgenomen worden met Hans Potjes. En ja, we moesten van locatie wijzigen. En die locatie is geen HQ geworden. Kijk, dit fucking mooie apparaat wat we hebben aangeschaft voor hem.
zodat hij echt alles super mooi kan inzingen. En deze keer is het natuurlijk ook, kijk, hij heeft ook zo'n kap. Die schermt al het geluid af. En eindelijk kunnen jullie ook kiezen elke maand wat voor nummer die gaat maken. Jullie bepalen namelijk het onderwerp waarover gezongen gaat worden. En daar zou je hem hebben. Dat is echt heel vet, want hij is hier dus ook gewoon nog nooit geweest. Oh, hij is natuurlijk ook ongeduldig. Hij is hier natuurlijk nog nooit geweest. En ik ben er echt best wel trots op dat hij dat gewoon, hier wil doen op GNHQ. Gewoon zijn talent zingen. En dat is wat hij kan. Hey Hans, hoe is het? Nou jongens, ben je jaren niet ziek, gebeurde het met kerst en gebeurt het nu weer. Echt gewoon weer gewoon uit mijn reet zeiken, zoals het zo schitterend en romantisch heet. Dus ik zit hier een beetje thuis. Gelukkig is Daniel naar een GNSQ gesneld, die samen met Tom Gamers het Gear aan het opnemen en de Hot Coffee Show deze week vervalt, sorry. Maar het is niet anders. Ik heb wel de vlog net geëdit, die heb je net gekeken. En we geven Rise of the Tomb Raider weg, en dat was dus helemaal geen grapje. Ja, wat moet je daarvoor doen om die te winnen? Op PC is het. Reageer even op gamersnet.nl hieronder. We geven hem aan iemand op gamersnet.nl weg, niet YouTube. Kijk ons via YouTube, geef ons een likeje, want dat is tof. En ik hoop dat je wint als je dit bekijkt. En ik hoop dat ik heel snel weer beter ben. Dat lijkt me heel erg fijn. Oké, okay, dit is trouwens mijn Jedi Rope. Hij is alleen veel te groot. Maar goed.